In een klein wit huisje in het idyllische Wolf Lodge woont de familie Groney. Hier wonen de moeder van het gezin, stiefvader, een tienerzoon en twee jongere kinderen. Ze genieten volop van het buitenleven en wat Wolf Lodge te bieden heeft. Maar wat zij niet weten, is dat ze ondertussen in de gaten worden gehouden door een van de meest verschrikkelijke criminelen die ooit op deze wereld bestaan heeft. Dit is het verhaal van een meervoudige moord, een ontvoering en de bizarre ontknoping die leidt naar de dader. Hey, hallo en van harte welkom bij deze nieuwe Misdaad en Make-up. Het format waarbij ik mezelf opmaak en terwijl ik dat doe vertel ik jullie over een bizarre moordzaak, een bizar misdaadverhaal waar ik in ben gedoken. En vandaag, jongens, het is echt een extreem pittige. Er gebeurt zelfs zoveel dat ik dit niet kwijt kon in één aflevering. Moet je nagaan. Dus, deze aflevering bestaat eigenlijk uit twee delen. Nu moet ik zeggen, het zijn wel twee hele duidelijke delen. Het verhaal wat ik jullie vandaag ga brengen heeft ook wel echt daadwerkelijk een begin en een eind. En die van volgende week, ik kan nog niet per se verklappen hoe mijn structuur in elkaar zit. Maar dan gaan we vooral naar het verleden van de dader kijken. En jongens, hou je hart vast. En ik ga jullie meteen de disclaimer geven. Het is een hele heftige. Onderwerpen zoals seksueel geweld komt heel vaak in dit verhaal naar voren. Moord, ontvoering, alles wat je maar kunt verzinnen, dat zal aanwezig zijn in dit verhaal. Mocht je daar nog niet tegen kunnen of is dit nou een trigger voor je, zorg dan voor dat je deze video wegklikt. En daarbij is het natuurlijk nooit mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig over wie dan ook in dit verhaal te praten. Alle info die ik jullie geef is info verzameld van het internet. Ik heb het gebundeld tot één verhaal van jullie. Ik heb geprobeerd een structuur te maken dat alles zo goed mogelijk te begrijpen is. Maar dit wordt een rollercoaster aan events. Echt, wauw. Daarbij wil ik wel even zeggen dat zeker in deze aflevering van vandaag ik een hele hoop moet censureren. Qua woorden, qua details, dat gaat gewoon niet gebeuren hier. YouTube staat dat in ieder geval niet toe. Ik doe mijn best, hè, om het zo goed mogelijk te verwoorden dat het nog toegestaan is. Maar wil je nou de ongecensureerde versie van het verhaal beluisteren? Kan dat als je mijn podcastaflevering over deze zaak beluistert? Elke week tegelijkertijd met deze video staat mijn podcast Moordkast online. Dus nieuwe aflevering over deze zaak is nu ook te beluisteren. Alleen ja, hier krijg je beeldmateriaal en heb je direct een beeld bij de omgeving, de situatie. Het is het gewoon waard om allebei gewoon er eventjes bij te pakken. Wil ik jullie natuurlijk weer vragen om op mij te stemmen voor de televisierster? Want Misdaad en Make-up staat bij het lijstje die potentieel kans maken om een nominatie te krijgen. En vorige week kreeg ik te horen dat we qua tussenstand heel erg lekker gaan. Dus het is echt heel belangrijk dat we doorzetten nu. Wie weet komen we wel bij die nominaties terecht. En dan zetten we Misdaad en Make-up wel echt lekker op de kaart. Dus ga naar het linkje onder in de beschrijving. Stem op Misdaad en Make-up bij online videoserie. Ik sta er ook tussen bij talent, ook in de top 10. Heel bizar, dus als je toch aan het stemmen bent, klik mij dan ook eventjes aan bij talent. En dat rijmt. Vergeet je stem niet te bevestigen. Je krijgt een e-mailtje. Moet je eventjes op bevestigen klikken. En dan telt je stem echt 100% mee. Dat is belangrijk. Elke week is het natuurlijk tijd voor de shout-out. En ik heb deze keer weer echt een hele leuke comment uitgekozen. En jij kan kans maken op die shout-out. Dus als je iets leuks weet, komt iets in je op of je wil wat tegen me zeggen, doe dat dan met de hashtag #AsOnnedie. Dan weet ik dat je eventueel benoemd wil worden. Nou, deze week is de shout-out voor Jenna en Amira. Jee, ik heb met al mijn accounts op jou gestemd voor de televisiering. Ik en mijn moeder houden ervan om daar je verhalen te luisteren. Maar het blijft altijd heftig. Ga zo door. Dankjewel, Jenna en Amira. En ja, dat kan, hè. Je kunt met elk e-mailadres op mij stemmen. Dus ik zeg het maar. Het kan. Doe met de info wat je wil. Nou, tot de orde van de dag. Het is tijd voor het verhaal van deze meervoudige moord op het gezin Groney. Nogmaals, het is echt een soort sneeuwbaleffect. Ik dacht toen ik dit verhaal aan het onderzoeken was, komt er dan nooit een einde aan? Het leek een eindeloze
bodemloze put aan ellende. En ik krijg het gewoon letterlijk niet in één aflevering verteld. Aan het eind van deze aflevering vertel ik jullie wat ik ongeveer met jullie ga delen in aflevering nummer 2. Ik liet me in ieder geval weer echt extreem meeslepen dit keer. Deze is weer echt van een level extreem. Ik waarschuw je echt. Dus zijn jullie klaar voor wat mascara en mysterie? We gaan heel snel beginnen met het verhaal van de familie Groney. Dit verhaal gaat over een gezinnetje genaamd de familie Groney en speelt zich af in het jaar 2005. We hebben moeder Brenda Groney, vader Stephen Groney, maar zij zijn in 2005 inmiddels al heel wat jaartjes gescheiden. Ongeveer 5 à 6 jaar. Dus ze zijn niet meer bij elkaar, maar in het verleden kregen ze maar liefst 6 kinderen met elkaar. Dus ze hebben nog wel met elkaar te maken, dat is logisch. Nou, na die scheiding gaat de helft van de kinderen wonen bij vader Stephen en de andere helft bij de moeder, bij Brenda. Het is eigenlijk heel makkelijk verdeeld. De 3 oudste gaan naar pa en de 3 jongste kinderen blijven bij ma, bij Brenda. En in dit verhaal staat specifiek het huishouden van moeder Brenda centraal en haar 3 jongste kinderen. Dus daar ga ik mij verder op richten. In 2005 voedt Brenda dus haar 3 jongste kinderen op in een plaatsje heel dichtbij Coeur d'Alene. Coeur d'Alene ligt in de staat Idaho in de Verenigde Staten. Zij wonen dus wel in die gemeenschap, hè, van Coeur d'Alene, maar daar echt net buiten in een gebied wat Wolf Lodge wordt genoemd. En daar is het een en al natuur en ze hebben daar echt een prachtig huisje staan. Een wit, klein, ja, zoet huisje. Echt, nee, ontzettend schattig, midden in de bergen, tussen de naaldbomen. Ja, het is echt een idyllische plek. Ja, daar woont Brenda dus met haar 3 kinderen. En dat huis, dat is ook echt familieerfgoed. Daar is zelfs haar eigen vader nog opgegroeid. Haar oma heeft zelfs nog in dat huis gewoond. Dus ja, daar heeft ze ontzettend veel jeugdherinneringen opgebouwd. Het is echt een dierbare plek en ze zal daar echt niet snel weggaan. Het ligt ook echt afgelegen. Vanaf dat witte huisje kun je de buren al niet zien. Een volgend gebouw of een huis. Ja, vanaf die plek. Je ziet alleen maar bomen, bergen, meertjes. Het is heerlijk, toch? Hè? Aan de andere kant lijkt me ook wel een beetje eng. Als er wat gebeurt, ja, waar is de sociale controle? Niemand die je hoort. Ja, aan de andere kant is het dan ook weer niks voor mij met mijn inbrekersangst. Het is dus echt prachtig, maar het is wel een beetje, ja, primitief. Je leeft daar niet een luxe leventje. Je hebt geen vaatwasmachine, je hebt geen wasmachine überhaupt om je kleding in te wassen, geen droger. Brenda kookte zelfs op van die gasflessen. Dus ja, het is een beetje campinglife, hè? Maar dat kan ook wel echt ontzettend lekker zijn. En Brenda, die genoot daar juist van. Dat buitenleven, dat deden haar en de kinderen gewoon ontzettend goed. En daar is ze ook gewoon opgegroeid. Dus ja, ze is niks anders gewend en ze vindt het er heerlijk. Ik stel jullie eventjes voor aan de kinderen van Brenda, die 3 jongste kinderen die bij haar wonen, van oud naar jong. En dan begin ik bij de 13-jarige Slade. Dus ja, de oudste die daar woont van de kinderen. Hij is echt flink aan het puberen, hè, met zijn 13-jarige leeftijd. Maar ja, hij heeft een klein hartje. Het is een ontzettende lieve jongen. Doet zich stoerder voor dan dat hij is. Houdt ontzettend van muziek en hij zou dolgraag als muzikant willen doorbreken later. Nou, hij is druk bezig zijn dromen na te jagen. Hij is een scholier op de middelbare school van Coeur d'Alene. Iedereen is ontzettend gek op hem. Dan hebben we de 9-jarige Dylan Groney. En dat is toch echt een schat van een jochie. Het is echt een heel klein, ja, mannetje, hè? Blond haar, een beetje fietsenrekje. Ja, hij was een beetje aan de verlegen kant. Ja, hij was ontzettend lief. Hij was ontzettend aanhankelijk, hè, richting zijn moeder vooral. Daar klampte hij zich ook echt aan vast. Maar zo'n schatje, daar zat echt geen kwaad in. En tot slot, de jongste van het gezin, dat is het enige meisje. Dat is de 8-jarige Shasta Greeny. En dat was een pittig dametje.
Ze kon best wel een beetje een tomboy zijn, hè, met haar twee oudere broers. Kon ze lekker kattenkwaad mee uithalen. Maakte niet uit als ze onder de modder kwam te zitten. Maar daarentegen vond ze het ook weer heerlijk om de verkleedkist in te duiken. En als prinses naar buiten te gaan, met Barbies te spelen. Dus ze had gewoon lekker twee kanten. Heerlijk. Dus, we hebben Slade, Dylan en de jongste en het enige meisje, Shasta. Nou, alle drie de kinderen hebben het echt ontzettend naar hun zin in Wolf Lodge. Ze hebben ook een goede band met elkaar. En ja, daar groeien ze op, hè, in die mooie, bosrijke omgeving. Wat wil je nog meer? Brenda woont daar trouwens niet alleen. Ze is geen alleenstaande moeder. Want ze heeft in die tijd, in 2005, al ruim 4 jaar een relatie met ene Mark. Mark McKenzie. Mark die is daar op een gegeven moment ook bij ingetrokken. Die woont er ook al een tijdje. Dus ze wonen echt met z'n vijven. Dus Brenda, Mark en de drie kinderen. En wat nou het mooie is, is dat Mark zich echt ontfermt over die kinderen. Hij behandelt Slade, Dylan en Shasta alsof het zijn eigen kids zijn. Ja, die rol van stiefvader die neemt hij erg serieus en dat is heel leuk om te zien. Andersom geldt echt precies hetzelfde. De liefde is wederzijds, want de kinderen zijn ook heel erg gek op stiefvader Mark. En Mark komt ook uit dezelfde omgeving. Hè. Die is ook daar opgegroeid in Coeur d'Alene. Ook Wolf Lodge, daar is hij al jaren bekend mee. Hij en Brenda zijn echt wel een beetje uit hetzelfde hout gesneden. Hij is ook opgegroeid met dat buitenleven daar in Wolf Lodge. Hij hield van jagen, van vissen, kamperen. Dit deed hij dan ook regelmatig met Brenda's kids. Ja, meer heb je eigenlijk niet nodig, hè, in je leven. 3 prachtige kinderen, woont in dat huisje, het buitenleven, je liefde van je leven aan je zijde. Het gaat ze voor de wind. Het is perfect. Dan breekt het voorjaar aan van 2005. En ondanks dat je verder geen huizen daaromheen ziet, hebben ze toch een buurman. Die buurman was best wel een man op leeftijd, genaamd Bob Hollingsworth. En hij was eveneens ook een goede vriend van het gezin. Ze kenden elkaar best wel goed en ook al een hele tijd. Maar ja, hij is toch al in de 70 en niet meer heel erg goed ter been. Hij is met zijn leeftijd niet in staat om klusjes te doen. En ja, je hebt een leven midden in de natuur. Hij kan wel wat hulp gebruiken. Zeker in het voorjaar, hè, want dan wordt dat gras ontzettend hoog. Zijn oprit is bijna niet begaanbaar, dus dat moet gewoon eventjes gemaaid worden. De 13-jarige Slade, die kan wel een zakcentje gebruiken. En die besluit Bob, zijn buurman, een handje te gaan helpen. Bob belooft hem $12 voor het werk wat hij verricht. En dat zal hij later ergens de komende dagen komen afrekenen. Gewoon handje, contantje. Nou, de Slade doet netjes zijn werk. En het is dan 16 mei 2005 als die buurman dat geld wil overhandigen. Nou, hij reed gewoon eventjes langs het gezin. Het is dan avond. Bob Hollingsworth betreedt het terrein. En als hij de richting inloopt van het huis, ziet hij al meteen dat er iets niet helemaal in de haak is. De deuren staan namelijk wagenwijd open. Nou, hij loopt erop af en hij roept naar binnen of er iemand thuis is. Maar vervolgens krijgt hij geen antwoord. Dit is wel echt ontzettend vreemd. Als hij goed naar de deur van het huis kijkt, dan schrikt hij zich helemaal te pletter, want het is duidelijk dat daar dus een bloedspoor op zit. Wat is hier gebeurd? De deuren staan open, er zit bloed op de deur. Dit is niet goed. En Bob kijkt dan nog door de kier van de deur om te zien of hij nog net wat meer kan opvangen van de situatie. En dan ziet hij overal bloed liggen. Op de vloer, op de muren gesmeerd. Ja, het is echt één horrorfilm. Dus Bob besluit het hierbij te laten en niet het huis in te lopen, hè? Ook gewoon heel goed dat hij dat heeft gedaan, want je wil ook een crime scene mogelijk niet besmetten. Dus hij belt de politie en die komen echt razendsnel op de plek af. Met getrokken wapens betreden zij het huis en ja, zij zien ook alle bloedspetters op de muren en lopen dan verder en verder het huis in. En daar ontdekken ze 3 lichamen. Die agenten daar zijn compleet in shock. Zij komen uit die buurt, kennen ook het gezin. Hè? Ze kennen Brenda en Mark en de kinderen gewoon ontzettend goed.
Dus zij weten ook meteen te identificeren, ja, wie daar dood in het huis liggen. Het is moeder Brenda, stiefvader Mark en de 13-jarige Slade. Echt een ontzettend vreselijk tafereel. Aan de hele plaatsdelict is te zien dat dit er echt beestachtig aan toe moet zijn gegaan. Alle drie zijn ze vastgebonden aan hun armen en aan benen met onder andere duct tape en kabelbinders. Uit autopsie blijkt dat alle drie de personen zijn doodgeslagen met een stomp voorwerp. En dat wat precies in die verwondingen past, is een grote klauwhamer. Dat is meteen waar ze aan denken. Dat zou het moordwapen geweest moeten zijn. Dus iemand is daar binnengekomen en heeft deze personen vastgebonden. Misschien zijn het wel meerdere daders geweest. Om ze vervolgens dood te slaan met een klauwhamer. Hoe gruwelijk is dat? Ook wordt vastgesteld dat ze daar niet langer dan een dag moeten hebben gelegen. Dus vanaf de vondst zou de moord binnen 24 uur moeten hebben plaatsgevonden. Drie van de gezinsleden liggen dus dood in een huis. Maar ze zijn met z'n vijven. Waar zijn de twee jongste kinderen? Dylan en Shasta zijn nergens te bekennen. De politie doorzoekt dan nog het huis, maar ze vinden ze maar niet. Er is geen spoor van ze te bekennen. Ze lijken in rook te zijn opgegaan. Er wordt nog gecheckt of de kinderen wellicht bij familieleden zijn blijven slapen of bij de vader zijn, hè, want ze hebben nog een biologische vader waar ze nog wel eens logeren. Maar het blijkt toch echt dat de 8-jarige Shasta en de 9-jarige Dylan de avond van die vreselijke moorden in het huis moeten zijn geweest. Zo vredig, hè, dat er ooit bij lag, het zou nooit meer hetzelfde zijn. Het is echt een enorme shock voor iedereen daar in die gemeenschap. Er gebeurt daar nooit iets. In ieder geval niet van dit kaliber. Ja, dat is echt gekkenwerk. Hoe kan zoiets gebeuren op zo'n prachtige plek, waar het altijd rustig en vredig is? En de meest urgente vraag op dit moment: waar zijn die twee jongste kindjes gebleven? Er wordt natuurlijk meteen een onderzoek gestart. Er worden forensische sporen veiliggesteld. Er werd bijvoorbeeld een vingerafdruk gevonden op de voordeur. Verder waren er geen braaksporen te vinden, wat dus weer wat zegt over mogelijk de dader of het gezin zelf, hè? Brenda en Mark hadden echt wel een beetje een open deurbeleid. Er gebeurde daar nooit wat. Ze deden de deuren niet op slot als ze gingen slapen. En iedereen was daar altijd welkom. Het kan natuurlijk zo zijn dat ze de dader of daders gekend hebben en de deur voor iemand hebben opengedaan. Maar het zou ook kunnen dat iemand naar binnen is geslopen terwijl de deur gewoon niet op slot was. Misschien kon de moordenaar wel gewoon zo binnenkomen. Wie weet. Ze onderzoeken het bloed wat in het huis gevonden wordt. En het is toch wel een openbaring. Geen van deze bloedsporen zijn afkomstig van de twee kleine kinderen Dylan en Shasta. Niks wijst erop dat in ieder geval in dit huis geweld richting de kinderen is gebruikt. Dus dat geeft ook alweer hoop. Het is zaak dat die twee zo snel mogelijk terecht zijn. Drie mensen uit hetzelfde gezin. Op zo'n gruwelijke wijze om het leven gebracht. En hun twee kinderen zijn nu vermist. Het is echt een zorgwekkende situatie. En daar waar normaal alles ontzettend privé wordt gehouden, is het nu wel echt zaak dat dit verhaal breed wordt uitgemeten in de media. Shasta en Dylan, er moet natuurlijk naar ze worden uitgekeken. Dus de politie doet een oproep in een persconferentie. Overal zijn hun foto's te zien op het nieuws. Dit kreeg nationaal echt ontzettend veel aandacht. Er werd ook een Amber Alert uitgestuurd. Elk takje, elk bergje, elk stukje grond daar in de buurt werd onderzocht. Elk beekje werd afgezocht door duikers. Ja, wie weet zijn ze daar gewoon in de buurt. Je weet gewoon niet waar ze zijn. Dus ja, de eerste plek waar ze kunnen zoeken is natuurlijk in het gebied zelf. Er werden speurhonden ingezet, paarden. Iedereen daar in de buurt hielp mee. Iedereen kwam bij elkaar om in actie te komen. Het is natuurlijk meer dan logisch dat de politie kijkt naar de omgeving, hè, van de slachtoffers. Zou er mogelijk een conflict zijn? Zou er mogelijk iemand baat hebben bij hun dood? Ja, dat moet worden onderzocht. En dan komen er toch wel twee interessante namen naar voren. Onder andere de ex-man van Brenda, Stephen Groney.
Ja, dat was gewoon een ontzettend opvallende man. Hij reed motor, had ook verschillende contacten met motorbendes, had niet altijd de meest frisse vrienden om zich heen. Hij was dan wel 15 jaar getrouwd geweest met Brenda, maar na de scheiding waren ze nog steeds met elkaar aan het bekvechten. Er waren problemen met geld, ze waren het niet eens over de voogdij van de kinderen. Dus ja, ze raakten toch gewoon in gevecht met elkaar. Het was niet de meest prettige, rustige scheiding. Dus wie weet, zal dit een motief zijn, hè? Maar toch, Stephen Groney lijkt wel gewoon mee te werken met de politie. Hij oogt zenuwachtig, maar lijkt er wel op gebrand te zijn zijn twee jongste kinderen zo snel mogelijk te vinden. Stephen die doet dan ook nog een emotionele oproep op tv en richt zich tot de dader of daders in dit verhaal en smeekt ze zijn kinderen alsjeblieft terug te brengen en maakt dan een iets wat lompe opmerking. Of het lompigheid is of dat hij meer zou weten. Hè, dat laat ik even in het midden. Maar hij zegt letterlijk, laat mijn kinderen alsjeblieft vrij. Zij hebben hier niks mee te maken. Oké, Stephen, waar hebben ze niks mee te maken? Is dit een verspreking? Weet jij meer? Wat is hier aan de hand? I'd like to address my children's abductors or abductor. Please, please release my children safely. They had nothing to do with any of this. En omdat er natuurlijk ontzettend veel haast bij zit, wordt Stephen ondervraagd terwijl hij aan een leugendetector hangt. En hij faalt. Op een gegeven moment wordt er aan hem gevraagd of hij weet waar zijn twee kinderen zijn. En hij hapert dan met zijn stem. En dan geeft hij een antwoord waarop de leugendetector aangeeft dat Stephen aan het liegen is. Het kan emotie zijn. Hè? Je kunt nooit 100% uitgaan van een leugendetectortest. Dus dit is ook geen wettige manier om bewijsmateriaal tegen iemand te verzamelen. Dus Stephen Groney moet worden vrijgelaten. Maar is wel hoofdverdachte nummer 1. Dat kun je wel voorstellen. Toch blijkt vader Stephen hartstikke onschuldig te zijn. En dan kun je je voorstellen, het zal een verspreking zijn. Ik denk dat hij ongetwijfeld iets moet hebben bedoeld in de trant van deze kinderen zijn onschuldig en hebben nergens iets mee van doen, hè? Het kwam er alleen heel onhandig uit. En daardoor werkte hij zichzelf echt wel eventjes in de nesten. Maar goed, het is echt gewoon een bezorgde vader die niks anders wil dan zijn kinderen terug hebben. Ja, dat lijkt me ook ontzettend frustrerend als de politie zijn pijlen heeft gericht op jou en dat je dan het gevoel krijgt dat de daadwerkelijke dader met jouw kinderen nog ergens vrij rondloopt. Vreselijk. De kennissen, familiekring, de hele gemeenschap daar in de buurt die Mark en Brenda goed kennen, worden allemaal ondervraagd. En dan komt er naar voren dat de avond van de moord een tuinfeestje is georganiseerd bij Brenda en Mark daar in Wolf Lodge. Ze kwamen ontzettend veel mensen. De kinderen, Slade, Dylan en Shasta, waren er ook bij. Ja, het was gezellig. Er werd gedronken, er werd gebarbecued. Alles op en eraan. En nu leek het erop alsof Mark en Brenda het aan de stok kregen met een van hun betere vrienden. Die ene man in het bijzonder maakte toch een wat minder gezellig indruk. En het was een man genaamd Bob Ludner. Nou, hij zou geld hebben geleend van Brenda. Nou, wat daar precies is voorgevallen, dat weet niemand. Maar er zou in ieder geval over zijn gepraat. En de gemoederen liepen. Nou, het is overdreven om te zeggen dat de gemoederen hoog opliepen, maar er was duidelijk wel wat gaande. Er was wat spanning daar. En dat was best wel een hoop mensen opgevallen. Nou, en wat nog verdachter is, is dat sinds de moorden Bob Ludner nergens te vinden is. Hij is weg. Hij is vertrokken. Dus waar is deze man? Is hij misschien voortvluchtig? Dus Bob Ludner, werd naar hem gezocht. Er werden televisiespotjes uitgezonden met zijn foto. Hij werd in verband gebracht, bij voorbaat al, met deze moord en de vermissing. Maar er zat gewoon ontzettend veel haast bij, dus het moest gebeuren. En op een gegeven moment meldt Bob Ludner zichzelf maar gewoon bij het politiebureau. Hij beweert onschuldig te zijn. Hij vertelt ook de politie dat zijn tante was overleden en dat hij dus onderweg was naar die begrafenis. En dat hij dus was afgereisd naar een andere staat
omdat daar de begrafenis plaatsvond. Hij had zoiets van, wow, ik kom ineens met mijn gezicht op het nieuws. Tante is net overleden. Ik ben puur en alleen maar onderweg naar een begrafenis. Wat is dit nou weer? Dus hij meldt zich vrijwillig. Werkt ook helemaal mee, hè? Hij was echt wel een goede vriend van het gezin Grooney. Dus het leek erop alsof hij er ook op gebrand was die kinderen zo snel mogelijk te vinden. Dan trekken ze zijn gegevens na. En het verhaal, hè, dat hij een begrafenis had van zijn tante. En dit blijkt allemaal te kloppen. Het is dus gewoon puur toeval, ja, dat hij precies na die moorden was verdwenen. Ja, zo kan het natuurlijk ook lopen. Soms denk je dat de puzzelstukjes ineens in elkaar passen. En dan dondert hij toch uit elkaar. Bob Ladner had er helemaal niks mee te maken. Maar ja, zijn porum was wel inmiddels overal op het nieuws geweest, hè? Nou, je kunt je voorstellen dat dat ook wel een smet achterlaat. Holy shit. Maar ja, alles om die kinderen te vinden, ik begrijp het wel. Hij kon op een gegeven moment worden weggestreept, maar hij is echt wel een serieuze verdachte geweest, hoor, in de ogen van de politie. Want zijn vingerafdrukken zaten dus op die deur. Vingerafdrukken waren van hem, dus... Dit is trouwens wel een andere Bob dan de buurman Bob op leeftijd, hè, van het gras maaien. Dit is wel echt een hele andere man. Zodat jullie dat even weten. Ja, ondertussen gaat die zoektocht naar de twee kinderen door. Maar nergens wordt een spoor van hen gevonden. Aan de hand van tv-spotjes, posters, flyers, borden langs de weg komen er wel een hele hoop tips binnen, hè. Krijgt echt heel veel bekendheid. Iedereen kent de gezichten van die kindjes. Maar hoe hard ze ook hun best doen, ze komen geen stap verder. En ondertussen vliegen de dagen voorbij. Dagen worden weken en weken. Ja, en hoe langer de kinderen onvindbaar zijn, hoe groter de kans op een fatale afloop. Elke dag die bij die zoektocht naar de kinderen wordt opgeteld, gaat er een deel van de hoop om de kinderen nog terug te vinden, levend terug te vinden? Ja, dat gaat verloren, stukje bij beetje. Na 7 weken lang intensief te hebben gezocht, komt er echt een hele opvallende, bizarre tip binnen. Het is een vrouw genaamd Amber Peace. En zij werkt als een serveerster bij een filiaal van Denny's in Coeur d'Alene. Dus in de woonplaats, hè? Super dicht bij Wolf Lodge. Op 2 juli 2005 draait deze Amber een late dienst. Het is dan 1:30, 2:15 in de nacht. Als er een wel heel opvallende man daar binnen komt lopen met een heel jong meisje. Nou, die man is echt een opvallend figuur. Hij is ontzettend lang en mager, heeft donker krullend haar en heeft echt een extreem verwilderd uiterlijk. Nog opvallender is natuurlijk dat kleine meisje. Want wie neemt zijn kind nou mee midden in de nacht, hè? 1:30, 2:15. Het is opvallend. Dat zul je niet vaak zien rond dat tijdstip. Deze Amber, die serveerster, denkt dat kleine meisje te herkennen. Ze heeft precies die uiterlijke kenmerken en het gezichtje van de vermiste Shasta Grooney. De serveerster probeert haar hoofd koel te houden en ze loopt naar het tafeltje toe om de bestelling op te nemen. En ja, zodra ze daar aankomt, krijgt ze gewoon meteen kippenvel. Er is hier iets gaande, dat is niet oké. Die man, die kijkt het meisje constant aan met een blik. Als blikken konden doden, nou ja, dan wist je het wel. En dat meisje van dichtbij ziet er ook niet goed uit. Ze is onverzorgd, ze zit onder de vlekken, onder het grond, hè. De kleren zijn vies. De haar is ongewassen en dat hele gevoel wat die man haar geeft, dat is echt onbeschrijfelijk. Ze neemt de bestelling op. Die man die knikt letterlijk dat ze iets mag zeggen. Dus ja, dat meisje lijkt compleet onder controle te staan van die man. Ze serveert, ze zegt, joh, komt voor elkaar. Ze loopt terug naar de keuken en ze licht meteen haar manager in, die de politie inschakelt. En Amber denkt op dit punt, ik moet tijd rekken. Want ze heeft het gevoel dat deze man niet heel lang wil blijven. Ja, je kunt je voorstellen dat op het moment dat ze daar zitten, dit is echt de kans, hè, om Shasta te redden als zij dat is. Op het moment dat zij wegrijden, dan
Ja, ik zit weer zoeken naar een speld in een hooiberg. Dit is misschien wel de enige kans om haar te redden. Op een gegeven moment lijkt het ook alsof de man weg wil. En die serveerster loopt erop af om aan te geven van, joh, milkshake duurt wat langer, ga vooral zitten. En dan vraagt de man meteen om de rekening. Zij wil er duidelijk vandoor. Die serveerster die is niet op de achterhoofd gevallen, hoor. Die heeft het wel heel slim aangepakt. En ook wel, ja, met ook wel gevaar voor eigen leven. Je weet niet met wat voor persoon je te maken hebt. Maar ze beweert dat er iets mis is met het apparaat waar de bonnetjes uitkomen. Dus ze kan de rekening niet uitdraaien. Dat is haar smoes. En daarmee houdt zij de twee nog eventjes bezig en binnen het restaurant. En dat heeft ze ontzettend goed gedaan. Want niet lang daarna bestormt de politie het filiaal van de Denny's. Het meisje en de lange vreemde man worden omsingeld. Hij wordt ingerekend. Terwijl de politie bezig is de man te arresteren en mee te nemen naar het bureau, blijft de serveerster, die Amber Peace, eventjes bij dat meisje staan en vraagt haar op de man af: ben jij Shasta Cronay? En dan volgt het verlossende antwoord: ja. Ze is terecht, hè? Een van de twee kinderen is gelukkig heel huids teruggevonden. Dan barst het kleine meisje in huilen uit. De serveerster pakt haar beet. Het is echt, ja, ik krijg er gewoon kippenvel van, hè? Ik waarschuw jullie alvast. Vanaf dit punt komen toch wel de meest gruwelijke details naar voren. Als je daar niet tegen kan, is dit het moment om weg te klikken. Het lijkt misschien een gelukkig eind, hè, voor het meisje, maar niks is minder waar. Als je hoort wat dat meisje moet hebben doorstaan, daar kom ik straks op terug. Want eerst even over de man die is gearresteerd. Die kan ook worden geïdentificeerd. En het gaat om de 42-jarige Joseph Edward Duncan. Het is een bekende van de politie en niet de minste. Joseph Duncan is een zware zenuwdelinquent. Als ze naar zijn informatie kijken, zien ze ook in de databank dat hij op dat moment voortvluchtig is voor een ander delict die hij zou hebben gepleegd in Minnesota. Hij was op borgtocht vrijgesteld, hè, daarvan, maar hij moest een zaak afwachten in die staat. En daar heeft hij zich dus niet aan gehouden. Nou, het is echt verschrikkelijk. Deze man heeft een waslijst aan delicten op zijn naam staan. Dan wordt meteen duidelijk wat deze man met een meisje als Shasta moest, hè? En zij is er trouwens echt ontzettend slecht aan toe. Ze moet zelfs worden geopereerd aan haar verwondingen. En dan rijst nog de vraag, waar is haar broertje Dylan? Ze was natuurlijk niet de enige die vermist was geraakt, hè? Waar is zij in godsnaam allemaal getuige van geweest? De recherche heeft geen andere keuze dan het meisje ook, ja, vrij snel te ondervragen. Want je weet natuurlijk niet of Dylan nog te redden is. En zij begint uit te leggen wat zij heeft meegemaakt. Tot in elk detail weet ze alles precies te beschrijven. En zij vertelt het verhaal. Vanaf de dag dat haar familie wordt belaagd tot het punt dat zij gevonden is. En daar gaan je nekharen echt van overeind staan. Het verhaal luidt als volgt. De nacht van 15 op 16 mei 2005 ligt Shasta samen met Dylan op een kamer al te slapen. Ze liggen al in hun bed wanneer hun moeder hen ineens wakker komt maken. De moeder is duidelijk van streek. De tranen rollen over haar wangen en ze zegt dat iemand in het huis is en dat ze mee moeten komen naar beneden. Brenda en haar twee jongste kinderen lopen de trap af. En Shasta ziet dan meteen haar stiefvader en haar grote broer Slade op de grond liggen. Ze zijn vastgebonden met kabelbinders en met ducttape. En daar tegenover staat Joseph Duncan. Hij draagt een bivakmuts, een jachtgeweer en dwingt Brenda en haar twee jonge kinderen op de grond te gaan liggen met hun hoofd richting de vloer. Ze mogen niet opkijken. Shasta beschrijft dat ze wat gerommel hoort en ze hoort wel wat gebeuren, maar ze kan het niet precies meer plaatsen. Totdat ze op een gegeven moment wordt opgepakt en buiten wordt neergelegd naast haar oudere broertje Dylan. Dus zij liggen vastgebonden in de tuin. Shasta van 8 en Dylan van 9 kunnen geen kant op. En ze horen dan
de verschrikkelijke geluiden in het huis en wat zich daar plaatsvindt. Ze horen dan een reeks aan doffe klappen en specifiek de stem van Mark, hun stiefvader, horen ze er bovenuit. De kinderen hebben op dit moment niet door dat hun ouders op dit punt worden vermoord. Het is echt zo naar. En dan kijkt Shasta op, want ze hoort een geluid bij de voordeur. En dan ziet ze haar grote broer Slade helemaal wankelend en verdwaasd naar buiten lopen. Hij is duidelijk in de war en zwaar gewond geraakt aan het hoofd. Ja, hij leeft dus nog en weet zijn weg in ieder geval nog naar buiten te vinden. Maar is niet in staat om bijvoorbeeld echt te gaan rennen en te vluchten. Zijn voeten zaten op dit punt niet meer vastgebonden. Dus blijkbaar heeft hij dat los weten te krijgen. Maar verder dan de voortuin komt hij niet. Want hij wordt achtervolgd door de indringer, die hem vervolgens met een grote klauwhamer op het achterhoofd slaat. Ja, Shasta die omschrijft dat ze Slade op dat moment haar grote broer dus aankijkt. En dat hij daarna dus met zijn laatste kracht dus het huis weer binnengaat. Daar is hij naast zijn moeder gaan liggen en sterft ter plekke. Ja, ik vind het zo ontzettend naar. Ik krijg er echt kippenvel van als ik daaraan denk. Dat hij met zijn laatste krachten nog naast zijn moeder is gaan liggen. Dan richt de indringer, Joseph Duncan, zich tot de twee jongste kinderen. Dus Dylan en Shasta, die nog vastgebonden in de voortuin liggen. En tilt de twee naar zijn jeep. En ondanks dat het huis in Wolf Lodge echt ontzettend afgelegen lag, grenst dat perceel van de familie Grooney echt recht aan de snelweg. Dus als je snel weg moest daar, dan leent zich deze situatie zich prima daarvoor. Een huis rechtstreeks aan de snelweg. Binnen een paar minuten meng je weer in de grote massa. Hè? Ben je al onvindbaar. Nou, die kinderen zitten vervolgens doodsbang in die jeep. Ze zijn zojuist getuigen geweest van een gruwelijke moord op drie van hun gezinsleden. En wanneer Shasta en Dylan eventjes in slaap vallen en weer ontwaken, lijkt het even alsof ze gewoon een nachtmerrie hebben gehad. En dan slaat de werkelijkheid weer even in als een bom, hè, als ze zich realiseren dat dit geen droom is. Dit is de keiharde werkelijkheid. Als ze door het raam kijken, zien ze alleen maar bossen. Het blijkt dat ze inmiddels 250 kilometer verderop zijn geraakt. En om precies te zijn, rijden ze nu de richting in van het Lolo National Forest. Dat ligt echt net over de grens naar een andere staat, Minnesota. Het is echt een enorm bos, hè? Het is 2 miljoen hectare groot. Er zijn ongeveer 1000 beekjes, honderden bergmeren. Er zijn 5 grote rivieren daar die door de bossen heen stromen. En de bergen daar zijn ook gewoon hoog. De hoogste berg, het hoogste punt daar, is maar liefst 3 kilometer. Dus je kunt je voorstellen, dit is wel echt uitgestrekt gebied waar je niet zomaar gevonden wordt. Er zijn 30 kampeerterreinen daar. En Joseph Duncan, die zet daar ook zijn eigen kampeerplek, zijn eigen kamp op, samen met de twee kinderen. Dit doet hij wel precies op een plek waar niemand ze zal horen of zien. Het ligt extreem afgelegen en beschut, hè? De kans dat daar iemand voorbij loopt is ontzettend klein. Hij bedreigt de kinderen ook. Hij zegt tegen Shasta en tegen Dylan dat als ze niet naar hem luisteren of proberen te ontsnappen, dat hij ze zal doodschieten met dat enorme jachtgeweer wat hij mee heeft. Dus die kinderen zijn meteen zo ontzettend bang. Ja, die gaan maar gewoon mee in zijn wensen. En die wensen, dat gaat je verstand te boven. Het is verschrikkelijk als je hoort wat deze kinderen hebben moeten doorstaan. Het eerste wat Joseph Duncan ze opdraagt is dat ze hem papa moeten noemen of pap. Of eventueel Jet. Dat is zijn bijnaam. Joseph Duncan, zijn hele naam is Joseph Edward Duncan. Joseph Ed, J-Ed, Jet. Daar komt het blijkbaar vandaan. Dat schijnt een bijnaam geweest te zijn die iemand in de gevangenis, die hem dierbaar was, hem zou hebben gegeven. Zij vond het heel fijn om bij de naam Jet te worden aangesproken. En wat deze Joseph Duncan verder met de kinderen doet, dat laat ik in het midden.
Daar ga ik niet tot in detail op in. We weten dat Shasta dit alles heeft overleefd. Ze heeft het kunnen navertellen. Mocht je daarin willen duiken, er zijn interviews met haar te beluisteren waarin ze uitlegt in haar woorden wat er is gebeurd. Maar die details, die ga ik jullie besparen. Mocht je het zelf willen weten, ga dan zelf op onderzoek uit. Maar ik raad je aan dat vooral niet te doen. Ga er in ieder geval vanuit dat Joseph Duncan een man is zonder grenzen en dat dit echt het meest verschrikkelijke roofdier is waar ik tot nu toe bijna over heb gelezen. Het is echt wel vergelijkbaar met bijvoorbeeld wat de toolbox killers hun slachtoffers aandeden. Joseph Duncan misbruikt en martelt en mishandelt de kinderen continu vanaf dit punt. En dat wekenlang. Dylan is echt ontzettend verdrietig. Het is echt altijd een heel gevoelig jochie geweest. Hij huilt ontzettend veel. En Shasta, zijn jongere zusje, probeert hem in die tijd op de been te houden. Ze pakt zijn hand vast. Ze doet een pinky promise dat ze hem veilig en wel uit deze situatie zou halen. Wanneer ze kunnen, kletsen ze met elkaar. Ze steunen elkaar met woorden. En dat is alles wat ze in deze situatie hebben. Dat is elkaar. Het meeste van de tijd zitten ze vastgebonden aan een ketting, aan een boom met een zwaar kettingslot. Hij dwingt ze onder andere alcohol te drinken. Hij drogeert de kinderen ook. En het is wel duidelijk dat hij het meeste van zijn daden, zijn vreselijke gruwelijkheden, richt op het jongetje Dylan. Het kamp verhuist ook de hele tijd. Hè? Hij breekt dan de boel weer af en dan verplaatst ze weer naar een andere plek. Op een gegeven moment komen ze zelfs bij een of ander vervallen hutje aan. Deze locatie specifiek springt eruit in dit verhaal. Want in dat hutje doet hij dus de meest vreselijke dingen met de 9-jarige Dylan. En hij legt dit alles vast op videoband. Hij maakt gewoon video's van wat hij met het jochie doet. En ik heb een stuk van het transcript gelezen. Dit gaat alles te buiten. Dit is, wat ik wel kan vertellen is dat tijdens deze gebeurtenissen, als hij dit alles doet, dat hij het constant over de duivel heeft, over God, dat hij bijbelteksten eruit kraamt en dat hij beweert het werk van de duivel te doen. Daar liegt hij niet over, hè? Ik denk dat we het met z'n allen daarover eens zijn, maar het is geschift. Het lijkt alsof hij van het ene personage naar het andere springt en mijn brein kon het gewoon eigenlijk helemaal niet verwerken wat ik daar heb gelezen over wat er op die tapes te zien is. Dit alles gaat echt een hele tijd lang zo door. Tot op het punt dat op een dag Shasta en Dylan gewoon samen aan het kletsen zijn. Ze staan naast elkaar. Ze houden ook elkaars hand beet. Totdat Shasta echt een enorm harde dreun hoort. Ze voelt de hand van haar broer uit die van haar glippen en ziet dat Dylan op de grond valt. Joseph Duncan schiet Dylan in één keer neer. Zonder pardon, zonder aankondiging, totale willekeur. Dan loopt Joseph Duncan op Dylan af, zet het geweer op zijn hoofd om hem vervolgens dood te schieten. Het gekke aan dit hele verhaal is dat Joseph Duncan degene is die in huilen uitbarst. Hij zegt dat het een ongeluk was, dat het niet zijn bedoeling was om dood te schieten, maar ineens was dat geweer afgegaan en hij kon moeilijk Dylan zo laten lijden. Dus dat laatste schot door zijn hoofd heeft hij gedaan om het jongetje uit zijn lijden te verlossen. Sure. Heel geloofwaardig verhaal. Shasta wordt daarna opgedragen het lichaam van Dylan samen met hem weg te werken. Shasta pakt wat persoonlijke bezittingen van haar broertje. Die legt ze om het lichaam heen toch nog om hem een soort laatste eer te geven. En dan pakt Joseph Duncan benzine, besprenkelt het lichaam daarmee en zet het vervolgens in de brand. Wonder boven wonder wist Shasta precies de plek aan te wijzen waar ze zijn geweest. Hè? Tot in elk detail wist ze zich alles herinneren en dus ook de plekken. En dat vind ik dus onvoorstelbaar als je erover nadenkt dat dit bos 2 miljoen hectare groot is. Een meisje van 8 die dat, dan heb je echt een ziekgoed richtingsgevoel. Ontzettend knap van haar. Ze vinden uiteindelijk wat botresten.
Ze kunnen alleen niet meer vaststellen of dit daadwerkelijk van Dylan is geweest. Het lichaam is verbrand, er zijn alleen nog botten over en helaas is het dus niet meer met zekerheid te identificeren. Het enige wat ze wel konden vaststellen is dat het hier ging om menselijke botten van een kind van om en nabij dezelfde leeftijd als Dylan. Dus ze gaan ervan uit dat dit toch wel de botresten zijn van ja, dat 9-jarige jochie. Je kunt je dit niet voorstellen. Je wilt je dit ook helemaal niet voorstellen. Ik denk dat we maar heel blij moeten zijn dat onze gedachten, onze hersenen tot op een bepaald punt beelden kunnen creëren. Het is echt onbeschrijfelijk wat Shasta heeft moeten zien voor haar ogen. Dat dit alles heeft moeten gebeuren met haar dierbaren. Een paar dagen later komt Joseph Duncan naar Shasta om haar te vragen hoe zij het liefst aan haar einde zal komen. En dan heeft ze een keuze. Wil ze of gewurgd worden met een touw of worden neergeschoten? Haar instinct zegt meteen dat ze moet gaan voor... Ja, dat klinkt allemaal ontzettend onmenselijk, want dat is het ook. Maar het meisje kiest voor het touw, want ze hoopt dat ze nog op hem in kan praten. En dat heeft ze ontzettend goed ingeschat. Joseph Duncan buigt zich over het meisje heen. Hij bindt het touw om haar nek en zij begint hem te smeken haar alsjeblieft in leven te laten. En daarbij noemt ze specifiek de naam Jet. Jet, doe dit alsjeblieft niet. En daar raakt ze een gevoelige snaar. Jet is de bijnaam die een medegevangene, waar hij dus een hele goede band mee had. Volgens mij had hij zelfs verkering gekregen met die man daar ergens in de cel. Ja, die noemde hem altijd Jet. Dus dit is iets wat, ja, wat hem gewoon raakt, tot in zijn kern. Hè? Het is ook een eenzame man, hij heeft niet veel. Ja, de enige persoon waar hij ooit echt verliefd op is geweest, dat was degene die hem Jet noemde. En Shasta gebruikt dat om zichzelf te redden en het lukt haar. Hij laat haar los. En vanaf hier doet Shasta haar best om het vertrouwen van de dader te winnen. Hij begint zelfs op een gegeven moment echt om haar te geven als een, ja, zoals hij zegt, een dochter. Ik denk dat we er allemaal over eens zijn dat dat natuurlijk totaal niet het geval is. Maar hij vraagt haar op een gegeven moment zelfs of zij zijn kind wil worden. Of zij door het leven wil gaan als zijn dochter. Waarop Shasta uiteraard geen keuze heeft en ja, maar heel braaf ja knikt. Die hoopt natuurlijk dat hij haar uiteindelijk vrij zal laten. Ontzettend knap dat zij dit als overlevingsstrategie heeft gebruikt en met haar 8-jarige leeftijd. En Joseph Duncan, die tuint er met open ogen in. Die zegt ook van, joh, ik wil dat je mijn moeder ontmoet in Washington. Hij heeft echt een heel verwrongen beeld van de werkelijkheid. Hè? Want daar gaat hij natuurlijk niet mee wegkomen. Maar hij heeft een soort beeld geromantiseerd dat het wel kan. Dit wordt zijn kind. En hij gaat Shasta gewoon voorstellen aan zijn moeder. Nou, Shasta, die speelt daar perfect op in. Zij geeft ook aan, ik wil graag naar Coeur d'Alene. Ik wil je laten zien waar mijn vriendinnen en vriendjes wonen, waar ik op school zit. Ik wil ook mijn leven met jou delen. En ja, daar is Joseph Duncan ook weer gevoelig voor. Dus ze maken een plan om terug te rijden naar Washington. En op de route stoppen ze in Coeur d'Alene. Hij gelooft er heilig in dat ze elkaars leven met elkaar zullen delen. Nou, dus ze rijden in die jeep weg bij het Lolo National Forest. Onderweg naar Washington. En ze maken dan een stop in Coeur d'Alene. Daar stoppen ze onder andere bij een tankstation. Ik heb nog beelden gezien van de beveiligingscamera's die daar hangen. En dan zie je ja, dat bizarre beeld van die lange man met dat kleine meisje. Ze zit wat door de schappen te neuzen en op zoek naar snoep of chippies of iets te eten. Ze rekenen wat af en ze stappen weer de auto in. Er liep zelfs een agent rond daar die hen niet heeft opgemerkt. Het schijnt zelfs zo te zijn dat mensen Shasta hebben herkend, maar toch dachten, ach, het zal wel niet. En daar gewoon niks mee hebben gedaan. Kun je je voorstellen, wat voor moeite is het om gewoon eventjes die telefoon te pakken? Geef op zijn minst even een tip door. Het gebeurde niet. Pas veel later, de dag erna, stoppen ze dus bij dat filiaal in Coeur d'Alene, bij de Denny's midden in de nacht. Daar zijn ze herkend. Joseph Duncan werd eindelijk ingerekend en Shasta, godzijdank is ze terecht. En wat ontzettend knap en dapper heeft zij gehandeld. Uiteindelijk ontstaat er ook een beeld van hoe Joseph Duncan heeft gehandeld voorafgaand aan de moorden op de familie Grunay.
heeft dit alles zo bedachtzaam uitgevoerd. En het allerergste is, en wat ik zo wrang vind, is dat hij dus vrij was, hè, op borgtocht. Iemand had zijn borgsom van $15.000 betaald. En daarmee kwam hij op vrije voeten terecht. En mocht hij deze zedenzaak afwachten totdat zijn zaak voor de rechter kwam, mocht hij dat thuis uitzitten. Enige voorwaarde is wel dat je je koest houdt en dat je binnen de staat blijft. Al ga je die grens over, ben je voortvluchtig. Nou, dat was hij dus. Hij was compleet zijn ding gaan doen. Dus ja, daarom stond hij gesignaleerd als voortvluchtig. Maar ja, moet je nagaan, als die $15.000 aan borg niet voor hem betaald was, of die borgsom veel hoger was gezet door de rechter, had dit alles voorkomen kunnen worden. En hadden zoveel levens bespaard kunnen zijn. En dat is er eentje waar gewoon moeilijk mee te leven is. Een van de nabestaanden van het gezin Groney, die heeft die rechter ook aangeklaagd. Hè? Die vond de rechter nalatig. Ik weet niet precies wat de uitspraak daarvan is geweest, maar ik kan me dat wel voorstellen. Ik denk dat ik precies hetzelfde zal doen. Maar goed, toen hij op borgtocht vrij was gekomen, heeft hij gewoon een plan gemaakt. Hij ging op zoek naar een volgend slachtoffer. En dit keer wilde hij het groots aanpakken. Dus hij was echt van plan een kind te ontvoeren. Maar hij stuitte keer op keer op meerdere problemen. De huizen stonden te dicht bij elkaar. Dan was het kind weer niet de leeftijd naar wens. Gadverdamme. Echt, als ik daar zo over nadenk, hoe haal je het in je hoofd? Dan liepen er weer te veel mensen rond. Ja, hij kon op dat punt geen makkelijk doelwit vinden. Dus hij besloot terug te rijden naar zijn woonplaats Washington. En dan rijdt hij ineens langs het huis van de familie Groney. Hij ziet die twee kindjes, Dylan en Shasta, spelen in de tuin. Ze hebben badkleding aan. Ze zijn aan het spelen met de tuinslang. Het is een ontzettend warme dag. En dan ziet hij kansen. Het is een afgelegen huis, recht aan de snelweg. De buren zijn niet eens te zien vanaf dit punt. Niemand zal iets horen, niemand zal iets zien. Ja, daar blijft hij vervolgens een paar dagen hangen. Met een nachtkijker houdt hij het gezin compleet in de gaten. En hij slaat toe wanneer hij de uitgelezen kans daarvoor ziet. Het is echt te verschrikkelijk voor woorden, jongens. En dit is alles wat ik jullie ga delen in deze aflevering. Volgende week zal ik deel 2 met jullie delen. Het is al een hele lange video geworden, hè? Maar moet je nagaan, dit verhaal staat echt wel op zichzelf. Maar we weten niet wat deze man nog meer op zijn kerfstok heeft. Wie is hij? Waar komt hij vandaan? Waarom heeft hij zo'n zieke geest? Wie is Joseph Duncan? En hoe gaat het nu met Shasta Groney? Volgende aflevering ga ik het er helemaal over hebben. Dan maak ik het cirkeltje rond en dan zal ik de rest met jullie delen. Maar voor nu is dit even voldoende, denk ik, om te verwerken. Ik denk dat jullie het mee eens zijn. Laat mij natuurlijk vooral even weten wat jullie van dit verhaal vonden. Volgende week dus deel 2, hè? Mis het vooral niet. Zet hem in je agenda. Volgende week vrijdag om 4:00 middags ben ik met het volgende gedeelte over dit verhaal. Het bizarre verhaal van de moorden die deze man allemaal op zijn naam heeft staan. En de daden, het is echt. Je kunt je niet voorstellen dat dit soort mensen bestaan, toch? Vergeet natuurlijk niet op misdaad en make-up te stemmen voor de televisier, hè? Voor online videoserie. Het linkje staat onder in de beschrijving. En Moordkast staat natuurlijk ook online. Geef ik net wat meer details. Dit host ik samen met mijn broer. Ben je erin geïnteresseerd? Zorg dan dat je deze beluistert via Podimo. Je krijgt de komende 3 maanden gratis via het linkje podimo.nl/moordkast. Dus zorg dat je via die link registreert. Ook die staat onderin de beschrijving. En dan kun je lekker naar ons luisteren. Vind jij deze serie nou interessant? Doe dan vooral een duimpje omhoog. En vergeet niet om op dit kanaal te abonneren als je deze serie wil blijven volgen. En klik natuurlijk het belletje aan. Dan krijg je altijd een berichtje als ik heb gepost. Nou, dan mis je helemaal niks. Dus volgende week ben ik er weer. 4:00 in de middag met deel 2. Dus tot dan en ontzettend bedankt voor het kijken.